Het is vandaag zaterdag en er zijn vandaag wedstrijden bij ons. Nou, ik heb even kriebelbreukje. Bij ons op de manege. Daar doet Kim mee. Die start over een paar minuten. Dus wij gaan er snel heen. Alleen eerst even mijn spullen neerzetten bij Blondie. Zo, een beetje verwilderd. Nou, we hebben gekeken bij Kim's wedstrijden. Volgens mij ging het best goed. Alleen de laatste keer was ze uitgebeld. We gaan nu laarzen voor mij halen. Want, klopt dat het zo dichtbij is? Zo. Laarzen voor mij halen, want mijn laarzen zijn echt te klein geworden. Elisa is ook mee. En mama ook. Alleen mama die is nog niet aan het rijden. Dus dat. Zo, en we zijn weer onderweg naar de manege. Ik heb laarzen gevonden, alleen ze hadden ze nog niet. Dus we gaan ze bestellen. En ja, dan zien we ze van de week wel weer. Ja, die staat aan. Ga ik er maar op. Oké, ik ga erop paard. Kom maar. Zo, kun je dat? Ja, fijn, dank je. Dan weer ho, ja? Kun je dat? Goed, fijn. Even proefjes voorlezen, ja? Oh, maar zo sta ik te veel in beeld. We gaan wel daar ergens een proefje lezen. Zo, dan sta ik niet zo in beeld. Oké. Okay. A zei ik, hè? F6A. Oké. Okay. Kan die? We gaan even een proefje voor Tess voorlezen. En dan kan ze in ieder geval een keertje oefenen. AX binnenkomen in arbeidsdraf. AX binnenkomen arbeidsdraf. Tussen X en G, halt houden en groeten. AX binnenkomen, arbeidsdraf. X en G, halt houden, groeten. Het is een beetje gek zo. Beetje recht houden. Oké. Voorarts, arbeidsdraf, C linkerhand. Arbeidsdraf, C linkerhand. EXB door een S van hand veranderen, doorzitten. EXB, hand veranderen, door een S van hand veranderen en doorzitten. KXM van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken. KXM, hand veranderen, hals strekken. Ik sta in de weg. Iets meer nog die kant op paard. Zo. Zo. Goed zo. Netjes hoor. Tussen M en C teugels op maat maken. E, B halve grote volt doorzitten. Voor B arbeidsgalop links aanspringen. Hi, ik sta op een krukje, want jullie staan erg hoog. Mijn moeder is hier op de achtergrond aan het rijden. En ik moet zeggen hoe het ging met het oefenen. Want ik heb vandaag mijn F6-proefje geoefend en het ging best goed. Ik heb nog een paar verbeterpuntjes, maar die kan ik wel gaan verbeteren. Zoals linker galop gaat ze steeds bokken en geef ik een te grote hulp. En dan moet ik kleinere hulpjes gaan geven. En ik moest ook één keer van hand veranderen. Dan kwam je in draf, kwam je aanrijden naar K. Bij K moest je dan een stap gaan. En dan op de X naar de M moest je dan weer in draf gaan. Daar moet je ook nog even aan oefenen. En aan de en aan de overgangen. Het is vandaag zondag en vandaag gaat Kim een parcours springen op Verona. Hoe je dat ziet, kijk dat verder. Zo, ik sta nu in het hokje, dus ik kan gewoon een camera pakken. Even kijken wat Kim ervan bakt. Dan weer vergeten waar ineens 1 is. Ja, ze zal erop afgalopperen.
hoop dat ze die doet. Ja, goed hoor. Braaf paard. Netjes. Ja, ja. Heel goed. Ik weet niet meer waar acht is. Maar volg ik hem dan. Oh, ja. Ah, jammer. Ze doet het wel. Het is jammer van die ene balk, want die is eigenlijk mooi. Ook die gaat ze nu doen. Goed zo. Papa is wat ook mooi. Nou. Dat is de mooiste sprong ever, jongens. Nee, ja, nu zie je me nog niet. Ik heb net, moest ik een uur wachten ongeveer. Ik moest net ongeveer een uur wachten en ja, we hebben gewoon even afgezadeld met de Recuptex. Nee, therapiedeken. Recuptex therapiedeken. Oh, hebben, ja, warme toe. Hebben we er even op stal gezet. Nu weer opgezadeld en klaar voor het tweede rondje bijna. Er zijn er als goed is nog 7 voor me. Dus ja, we gaan kijken of het weer zo goed gaat. Ik ben klaar met rijden. Mijn moeder die gaat alvast naar huis. Is het mijn vlieg? Want ik ben op de fiets, niet echt op de fiets, maar ik ben vrijdag ben ik hier gekomen met de fiets, dus ik moet weer terug. Want gisteren goot het. Dus doei mama. Ik heb springles bij Steef. Steef heeft een muts op, want hij is naar de kapper toe geweest. Naar haar moet mooi blijven, want ze gaat maar 1 keer per jaar naar de kapper. We wappen een beetje, maar goed, maakt niet uit, ga verder. En ik heb vandaag springles, dus zoals ik al zei, en we gaan buiten. Mijn moeder filmt met de telefoon, dat niet erg nat is, en de camera kan dat niet aan. Dus ja. Het was hele stand buiten. Hey, Steef, een muts op jongens, anders wordt de emballage niet mooi of zoiets. Is het lekker, do? Ja, zeg wel. Alsof ze een paard is. Sluiten! Blijf rechtop. Hou je kuit erin staan. Ja, sluit op, sluit op. Even blijven zitten, juist.
eerste. Die hoort er nog bij, hè? Die echt te hoog. Vind je het te hoog? Nou, ik vind het een beetje eng om erin te doen. Dat kun jij wel. Wat doe je hier ook? Zelfde hoogte. Probeer maar. Ik ga er wel bij staan. Hoe moet je echt even zitten? Vertrouwen in je pony hierin te stellen. Weet je welke dat is? De groene, hè? Zo, het is weer een soort van droog. En het is donker. En het is laat. Ja, het is helemaal zwart hier. Mijn moeder. Nou, ma, hoe ging je springles? Ja, goed. Ik ben over de hindernis heen gekomen dankzij de navigatie van Tess en Steve. Dus dat ging goed. En bij mij ging het ook super goed. Gelukkig kende ik het parcours wel. Want anders heb ik later een probleem als ik echt een springruiter wil gaan worden. Maar mijn moeder hoeft dat gelukkig niet. Anders moet ze iets gaan doen waardoor haar navigatie beter wordt. Daar is ze nog niet heel goed in. Met auto rij je niet, met paard rij je niet. Eigenlijk gewoon nooit? Nee, eigenlijk niet. Nou, bij mij ging de springles dus ook heel goed. Ik vond, soms stel ik me een klein beetje aan, omdat ik... Ik weet niet waarom. En dan vind ik iets te hoog. En dan zegt ze, ja, je kan het. En dan denk ik, Blondie, we gaan eroverheen. En dan ben ik eroverheen gegaan en denk ik, oké, top, best leuk. Dus zo heb ik af en toe mijn momentjes. Ik heb een paar balkjes eraf getikt. Denk ik, 2 weigeringen, maar dat kwam een beetje door mezelf. Want ik zag het niet zitten. En ja. Ik zie jullie morgen weer. Het is nu 9:00 s'avonds, dus... Doei. Slaap lekker voor ons, jullie. Een schatje. Nee. Nog niet zo heel lang geleden deed ik alleen al over dit stukje een half uur of zo. En nu? Ik denk dat we nu in 30 seconden dat stukje hebben gedaan. Dat wil dus zeggen dat als je maar geduld hebt en het vaak genoeg oefent,
ze het vanzelf gaan doen, maar ook leuk vinden. Voor een paard schijnt het heel goed te zijn om buiten te rijden. Het schijnt goed voor het hoofd te zijn. Het is een meer natuurlijke omgeving. En het is natuurlijk gewoon veel lekkerder om eventjes een stapritje buitenom te maken. En dan misschien een glopje te pakken. En dan op die manier een relaxritje te hebben dan dat je moet stappen. Nou ja, moet. Dan dat je gaat stappen in de buitenbak. En dat kan ook heel gezellig zijn. Maar dit schijnt voor paarden ook wel gewoon prettiger te zijn. Onze pony die heeft al minder brugvrees. Ja, ja. Ze kijkt nog wel, maar het gaat echt al heel goed. Oh. Even schrikken midden op de brug natuurlijk. Dat heeft vooruit niet. Het is lekker zo, het is mooi weer. Zo, en we zijn weer op weg naar huis. We hebben een buitenritje gedaan en dat ging best goed. We hebben een rustig handgalopje kunnen doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Blondie staat in de trailer. Zou je denken van, wat snel, Nou, dat komt omdat we zijn vergeten met te vloggen terwijl we er in de trailer gingen zetten. Maar, het is vandaag donderdag en donderdag betekent dat ik les heb bij de Arkehoeve. En vandaag hebben we alleen Blondie mee. En ik heb vandaag les. Volgens mij heb ik vandaag van Stephanie. En ik heb binnenkort een proefje. Aankomende zondag heb ik de F6. Ga ik vragen of ze me daar wat tips voor kan geven. Of mee kan helpen. Want ik vind sommige dingen nog lastig. En dan kan ik dat aan haar gaan vragen. Ik ben gestrest. Tess komt terug. Ja. Hallo. Hi. Ze hadden ineens de weg afgesloten. Ik zag geen bordjes. En opeens moest ik allemaal gekke dingen doen. En toen stond er ook nog een soort van file. En andere auto's gingen door. En busjes zouden niet opzij. Ik ben zielig. Tijd voor ontspanning. Ik denk dat ik vraag of ze hier ook een massagesalon hebben of zo. Nou, of je gaat gewoon liggen op de trilplaat. Oh ja, dat kan ook. Dat is wel een goeie. We gaan je pony uitladen. We gaan de boer on tour losladen. Nee, dat zeg je niet. De boer on tour gaan we openmaken. Dat is het. Kom Blondie eruit. Pony. Yes, dat. Dus je hebt eigenlijk de hele week alleen met springen in de goede galop. Ik heb wel een goede. Uiteindelijk kom ik er wel. Alleen dan moet ik er weer een lang zweepje pakken en dan achter mijn been een tikje geven. Ja, want dat is wel heel belangrijk, hè? Dat ze aan je been blijven. Ja. Daarom ook achter mijn been. Ja. Want dat willen we echt niet. Ja. En dit is wel fijn, hè? Zo, dat je stapt lekker. Ja. Lekker ontspannen, dat je wijf, ook naar beneden, rondjes erop. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even wat doen. Die was al een beetje losgereden. Ja. Dus je mag hem. Dan mag je proberen of je je been iets kan draaien. Het is wel heel goed dat je je kuit eraan houdt, maar dat je niet soort van zo'n stap in je been. Ja, ik vind het heel lastig, want ik ben hypermobiel en dan. Ja? Oh, je bent daar niet hypermobiel. Ik ben toch in mijn rechtervoet hypermobiel? Nee, je bent niet. Dan kun je ook haar een handje geven. Ga je ook hier mobiele gekjes stellen. Ja, dan draag je weer aan. Blijf in dat zadel. Je moet haar vertellen wat de bedoeling. Kijk maar of je het zadel zweeft en hij steeds harder met haar meegaat. Kleine hulpjes aan het hoofd recht tussen die schouder. Een beetje lieve keuken erbij. Ja. Terug zitten. Ja. Oké, nou omhoog. Dan gaan we eerst even de linkerhand doen. Zo, en dan houden we je handen. Linkerteugel iets bij. Ik wil die nog minder naar rechts kijken. Hè? Dat je nog iets meer je linkerteugel bij houdt. Rechts. Zo, maar mag eigenlijk naar rechts kijken. Zo. Ja, een beetje linker mee. Die kleinere? Volgens
Die kleine Volte. Oké. De les ging super goed. Alleen op een paar puntjes werd ik een beetje te snel boos. Bijvoorbeeld links is ze sterker dan rechts. Dus rechts is haar lievelingskant en links vindt ze nogal lastig. En daardoor leek het alsof ze aan me een klein beetje zat te trekken. Dat vond ik minder fijn, waardoor ik geïrriteerd werd. Is het nou werd? Werd. W-E-R-D. Werd. Werd. Nu ik het een paar keer zeg, is het best raar woord. We zijn nu weer op weg naar huis, want de boerentoer is weg. Je ziet alleen wat groene bomen. Meer niet. Dus ja, dan zie ik jullie morgen weer. Puntje. Hi, is ze daar? Hi, is ze daar? Ja, je bent er, hè? Je bent er. Nee, er zit niks in mijn zak. Hé. Lopen. Even goed zetten. Ik heb snoepjes nodig. Oh, wacht even. Hi, jij bent nu toch hooi aan het doen? Ja. Ga je dan gelijk de snoepjes meenemen? Waar liggen die dan? In de trailer. In de trailer? Ja. Maar de trailer is op slot. En ik heb geen sleutel. Ik ga hooi doen en daarna kijk ik verder, want ik moet de sleutels gaan halen eerst. Oké, dankjewel. Doei doeg. Zo, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Dit werkt gewoon. Goed zo. Knap meisje. Goed zo. Kom. Lambie. Duurt te lang. Wie wel naar me toe komt als ik Blondie roep, is mijn moeder. Huh? Dankjewel. Ik heb snoepjes van Darmelands. Dat dit goed is voor de darmen. Daarom heet het waarschijnlijk ook Darmelands. Blondie! Ze wil nog niet komen. We gaan even kijken of ze het lekker vindt. Dan ga ik even kijken of ze hier naartoe wilt komen. Ik ga eerst even in het midden staan. Oh ja, ik kan natuurlijk gewoon hierin lopen. Staan jullie mij ook op. Toppie! Goed zo, juist. Braaf, kom maar. Goed zo. Oké, we gaan kijken. Dus een proef op de zon. Of ze het lekker vindt. Ik denk van wel, hè. Oh. Het is al uit mijn hand gejat. Het is weg. Dus ik denk dat ze het lekker vindt. Dus dan hebben we maar een paar trucjes gaan doen. Oké, kom maar. Ik neem het zakje mee. Het zakje is niet heel groot. Hey. Ga ik een paar keer lopen. En dan moet ze naast me stil gaan staan als ik stilsta. Kijk, nu loopt ze een rondje om me heen. Dat mag niet. Als ik stilsta, moet ze naast me gaan stilstaan. Goed zo. Braaf, vallen allemaal brokjes op de grond. Ze is niet heel zuinig. Doe ik een paar keer. En als ze het na 5 keer het doet, 5 keer heeft gedaan, dan ga ik het anders doen. Een kusje kan ze ook al steeds beter. Maar dit zijn vooral oefeningen voor gehoorzaamheid. Nu doe ik de bovenste balk dicht, want deze is een springtalent. En als ik naar deze kant toe ga rennen, dan is het misschien wel handig als ik de bovenste ook dicht doe. Oh, Blondie zegt, nou kom maar hier. Oké, ik loop nu daarheen. Heel rustig, gewoon lekker op mijn gemakkie. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
Want ze moet achter me aan draven. Wanneer ze hem achter me aan draagt, ga ik. Ho. Nu. Oké. Dat is dus niet de bedoeling, dus ga ik weer. Rustig. Dat moest de plek wel even uit. Omdraaien. Oh, je bent ook een knappe pony. Alleen als ze draaft, krijgen ze een snoepje. Want galopperen mag natuurlijk niet. Hé! Hey. Goed zo! Braaf! Goed zo! Galopperen is al heel grappig. En daar beloon ik er ook voor. Alleen niet met een snoepje. Of met brok. Maar draven is wat ze moet doen. En als ze iets anders doet dan, en het is goed, dan wordt ze wel verbloot. Maar niet met een snoepje. Ja, hè? Dus alleen rustig. Dus ik ga het nu nog 2 keer doen. Kijk, zie je, ze draait zich zo om. Wachten. Dan rustig aan terugrennen. Goed zo, juist. Braaf. Nou, ik doe het nog 1 keer en dan vind ik het goed. Oké, ik doe het halve zakje op de grond ligt. Van Blondie is niet heel netjes met eten. Ze blijft er heel goed achter me aanlopen, omdat ze weet dat er maar op 1 plek snoepjes zijn. Deze mag niet. Hier kwam ze ook bijna tegen mij aan. En dan beloon ik er niet, geef ik er geen snoepjes, want dit mag echt niet. Want als ik in gevaar kom, dan is het zo snel klaar. Daarom doe ik het nog 1 keer, wat Blondie zo graag wil. Dus het is belangrijk om ook goed op te passen. Ik loop nu eerst een stukje en dan... Goed zo, juist. Braaf. Want je veiligheid gaat natuurlijk altijd voorop. Het is zoals ik vroeger met een boyprotector op Sterren reed en op Bella. Doe ik nu ook veilig met Blondie, want Blondie is natuurlijk nog jong. Jonge gedachten, dus ja. Kijk, zie je, ze komt heel erg op me en dan moet ik gewoon naar voren gaan. En dan zeg ik, ik ben hier de baas. Ik bepaal wie hier heen en weer gaat. Kom, hier naar achteren. Blondie gaat rollen. Het is meestal heel gevaarlijk om daar naartoe te gaan. Alleen Blondie, die blijft af en toe liggen. En dan probeer ik een klein beetje in de buurt te komen. Ik ga echt niet te dicht in de buurt, want dat is gevaarlijk. Maar een soort van schattig, want daar kan je een soort van bij in de buurt komen. Zo, dan pak ik een paar brokjes in mijn handen. Ga ik er heel rustig naartoe, een beetje laag. Zo. Dan hou ik afstand. Afstand. Heel belangrijk. Ik ga naar deze kant. Oh jee, deze kant nu. Oh nee. Ga ik nu hier staan? Goed zo. Juist. Braaf. Goed zo. Klopt, nu denkt om bij het erop ligt. Oh, als mijn moeder nu komt, dan denkt ze... Kom maar. Kijkje. Kijk, jullie zien hoe prachtig het nu is. Niet echt. Oh, ik zie dat hier een plukje eruit hangt. Zo. En ik ga het even kijken of ik het... niet kan verbeteren, maar een soort van beter kan maken. Kim, help mij. Hoe kan ik manen recht knippen? Met een grotere schaar. Ik heb geen grotere schaar. Dat is een klein grotere schaar.
Van Kim ga je leren, van Kim ga ik leren hoe je rechte manen moet knippen. Want dat weet ik niet. Het eerste stukje gaat altijd prima, maar daarna... Ja. Waar? Ja. Geef eens je borstel. Oh. Ik noem dit niet bepaald recht. Ja, het loopt een beetje scheef, maar het is niet heel scheef. Hoe heb je dit gemaakt? Het valt echt wel mee. Vooral ook oefenen hoor, met het recht knippen. Want Roda lukt het ook niet altijd. Oh. En dit ga je nog zo vaak verpesten, Tess. Oh, ik heb mijn beeld. Alleen hier. Nee, maar. Ja, oké. Ja, maar. Ja, ga jij maar afmaken met je schaar.